Stel je voor, een leerling in jouw klas doet een uitdagende uitspraak. Transgenders, dat bestaat niet. Je bent ofwel man ofwel vrouw. En je wil reageren, want je vindt dit kwetsend of niet kunnen. Maar je wil ook dat de leerling begint na te denken over die uitspraak. Je wil dus niet enkel afstraffen, maar het gesprek aangaan. Hoe pak je dat nu het beste aan? Migranten, aanpassen of buiten? Maak bij een uitdagende uitspraak meteen duidelijk dat een leerling een grens overgaat. Zeg bijvoorbeeld dat je schrikt van die uitspraak en dat je die heftige taal niet apprecieert. Geef ook aan dat die uitspraak of taal kwetsend kunnen zijn voor medeleerlingen. Trek dus een duidelijke grens, maar stop daar niet. Nodig ook uit voor een verder gesprek. Zeg dat je benieuwd bent naar wat je leerling juist bedoelt. Pols naar waarom die uitspraak gevallen is. Begrens dus, maar nodig ook uit. Darwin, dat is gewoon westerse propaganda. Jij komt misschien van de apen, maar ik niet. Ga niet meteen zelf in discussie met leerlingen. Probeer de discussie juist naar de klasgroep te brengen. Kaats de uitspraak terug naar de klas en vraag aan andere leerlingen wat zij erover denken of hoe zij op die uitspraken zouden reageren. Neem dus een positie in het midden in. Een medeleerling die kritisch durft te zijn, die een uitspraak in twijfel trekt of die er totaal anders over denkt, dat komt vaak heftiger binnen dan die rationele tegenargumenten die jij zou geven. Maar wat nu als de hele klas eensgezind lijkt? Met andere woorden, wat als er geen kritische stemmen uit de klas komen? Speel op dat moment zelf advocaat van de duivel. Geef niet jouw mening, maar breng de andere mening wel in de klas. En vraag om daar tegenargumenten voor te verzinnen. Blijf vooral weg van een persoonlijke strijd met de leerling. Jouw doel moet zijn leerlingen leren nadenken over uitspraken en meningen, niet winnen of verliezen. Een derde tip. Stel samen met je klas gespreksregels op. Als je besluit met je klas echt een gesprek over een uitdagende uitspraak te voeren, bepaal dan eerst samen volgens welke afspraken je dat gaat doen. En laat die regels ook echt uit de groep komen. Zet ze op een grote flap en laat iedereen de regels ondertekenen. Dat is het contract voor jullie verdere gesprek. Gesprekken over gevoelige thema's hebben de neiging snel naar alle kanten tegelijk te springen. Bewaak daarom de rode draad en breng structuur in het gesprek. Begin vooraleer je gaat discussiëren met het inventariseren van de verschillende meningen in de klas. Hoe kijkt iedereen hier eigenlijk naar? En is daar dan verschil in? Peil ook naar de voorkennis over het onderwerp. Als je merkt dat leerlingen eigenlijk weinig weten over het thema, doe je er goed aan eerst een les met wat basisinformatie te geven, vooraleer je in het wilde weg gaat beginnen discussiëren. Bewaak ook goed je tijd en sluit tijdig af. Je wil niet meemaken dat midden in jouw discussie de bel gaat en het verhit gesprek wordt verder gezet op de speelplaats of op straat. Een discussie moet trouwens ook niet eindigen in een consensus. Samen verschillende meningen beluisteren en besluiten dat je het samen eens bent over het feit dat je het samen oneens bent en elkaar daarin kan respecteren, ook dat kan een conclusie zijn. Humor kan bijzonder ontwapenend werken. Af en toe een grapje maken als begeleider, een geestige opmerking of lollige anekdote. Het kan de discussie wat lucht geven en de zaken wat relativeren. Gebruik ook enkel humor als het in jouw stijl ligt. Als je niet snel en snedig bent, doe het dan niet. Authentiek zijn is belangrijker. Ten slotte, wees ook zelf een voorbeeld en communiceer verbindend. Neem die communicatiestijl aan waarvan je hoopt dat je leerlingen zullen leren en kopiëren. En daar bestaan trouwens heel wat ezelsbruggetjes voor. Maar onthoud vooral dit. Stel je altijd open, eerlijk en nieuwsgierig op. Oordeel niet, maar stel vragen. Leg geen mening op en maak duidelijk dat het niet je bedoeling is om te overtuigen. Ga vooral uit van de positieve redenen achter het gedrag en de uitspraak van leerlingen en ga daar ook naar op zoek. Ziezo. 6 tips die je mogelijk kunnen helpen als je snel wil reageren op een heftige uitspraak. Je kan ze vooral leren door ze veel toe te passen en wees daarbij ook mild voor jezelf. Mogelijk loop je de eerste keren toch nog met je hoofd tegen de muur, maar gaandeweg kunnen de tips in je vingers gaan zitten en ben je klaar om op elke uitspraak gepast te reageren.